Goedemiddag, dankjewel Saskia. En welkom allemaal vanmiddag op deze online lotgenotendag, noemen we dat, kinder- en ouderdag. Voor kinderen die uitval hebben van de hypofyse of de hypothalamus na het doormaken van een tumor. En ik ben heel blij dat we dit toch hebben kunnen organiseren met hulp van de Hypofyse Stichting. En helaas niet live dit jaar, dus we hopen dat we het de volgende keer weer gewoon elkaar kunnen zien. Want dat praat veel beter dan zo online. Maar ik hoop toch dat iedereen een mooie middag heeft en dat hij ook de kans heeft om elkaar wat beter te ontmoeten zometeen in de breakout sessions. Ik ga het eerst hebben over uitval van de hypofyse en de hypothalamus na het hebben van een tumor op de kinderleeftijd. Welke klachten passen hier eigenlijk bij? Maar dan wil ik misschien eerst een stapje terug, namelijk uitval van de hypofyse op de hypothalamus na het hebben van een tumor op de kinderleeftijd. Waardoor wordt dit eigenlijk veroorzaakt? Nou, tumoren op de kinderleeftijd kunnen voorkomen in de buurt van de hypothalamus en de hypofyse. En dat is een heel belangrijk gebied in de hersenen, zoals u weet, die hormonen maakt. En een van de voorbeelden waar we al eerder dagen voor hebben georganiseerd, zijn kinderen die een craniopharyngioom hebben gehad. En aan de rechterkant zie je ook een plaatje van een bolletje op de plek van de hypofyse. En dat is een typisch craniopharyngioom. Maar naast het craniopharyngioom zijn er ook andere tumoren die een storing kunnen geven van de hypothalamus of van de hypofyse. En voorbeelden van andere tumoren zijn bijvoorbeeld een kiemceltumor of een germinoom, een prolactinoom, of er zijn ook kinderen die hebben laaggradige gliomen of een pilocytair astrocytoom. Allemaal verschillende tumoren. En voor vandaag maakt het dus eigenlijk niet uit welke tumor je hebt gehad, maar het gaat erom wat is er gebeurd door deze tumor. De hypothalamus of de hypofyse is stuk gegaan of doet het niet helemaal goed of doet het nog goed, maar de dokter heeft gezegd dat je kans erop hebt dat hij het minder goed gaat doen de komende jaren. Naast tumoren die in het gebied van de hypofyse en de hypothalamus groeien, kan de hypofyse of de hypothalamus het ook minder goed doen als je een tumor in je hoofd gehad hebt in een heel ander gebied. Bijvoorbeeld in de achterkant van je hoofd kan je bijvoorbeeld een medulloblastoom hebben. Of je kan een rhabdomyosarcoom hebben gehad in de buurt van je oog en daardoor bestraling hebben gehad. Of een nasofaringscarcinoom of een ependymoom. Dus dit zijn tumoren die niet groeien in de buurt van de hypofyse of de hypothalamus. Maar omdat je een behandeling hebt gehad voor de tumor met chemotherapie, maar vooral door de bestraling, kan de hypofyse toch beschadigd zijn geraakt. Nou, en wat doet die hypofyse nou in de hypothalamus? Hoe werken hormonen eigenlijk? Ik zie het altijd zo als één grote kapitein op het schip met allemaal matrozen. En de kapitein op het schip is de hypothalamus. De hypothalamus is eigenlijk de baas en die zit dus midden in je hoofd. En de hypothalamus die stuurt de hypofyse aan, die onder de hypothalamus ligt. En de hypofyse op zijn beurt maakt weer allemaal stofjes en die sturen weer andere gebiedjes in je lichaam aan. Dus het zijn eigenlijk allemaal fabriekjes die op elkaar aangesloten zijn. En de stofjes die de hypothalamus maakt, zeggen tegen de hypofyse dat die stofjes moeten maken. En de hypofyse zegt weer bijvoorbeeld tegen de schildklier dat die schildklierhormoon moet maken. Of tegen de bijnier dat die bijnierschorshormoon moet maken. Of tegen de zaadballen of de eierstokjes dat die meisjes- of jongenshormoon moeten maken. En de stofjes die uiteindelijk worden gemaakt, geven ook weer een seintje terug naar de hypothalamus en ook naar de hypofyse, zodat dat allemaal met elkaar in balans blijft. Je kan je dus voorstellen als je schade hebt bij de hypothalamus of bij de hypofyse, dat dat heel veel gevolgen heeft. Nou, en waar heb je die hormonen nou voor nodig als je een kind bent? Ten eerste om te groeien. Een baby, een peuter, een kleuter, een volwassene, die groeit, die ontwikkelt zich. En om goed te kunnen groeien en ontwikkelen heb je al die hypofyse hormonen nodig. En hier zie je dat nog meer in close-up. Je ziet hier een dwarse doorsnede van het hoofd met in het midden de hypofyse. En aan de rechterkant zie je de hypofyse helemaal uitvergroot. En dan zie je dat de hypofyse eigenlijk bestaat uit twee kwabben. En de linkerkant is de hypofyse voorkwab en de rechterkant is de hypofyse achterkwab. Nou, de hypofyse voorkwab die maakt allemaal verschillende hormonen. En de eerste is groeihormoon. En groeihormoon heb je als kind nodig om in de lengte te groeien, maar ook voor stevigheid van botten en ook voor een goede spiervetverdeling en voor je energie. De hypofyse voorkwab maakt ook bijnierschors aansturend hormoon, ACTH. En dat bijnierschors aansturend hormoon stuurt de bijnier aan tot het maken van stresshormoon, hydrocortison, kennen veel kinderen. Ook maakt de hypofyse schildklierstimulerend hormoon. En die stuurt dus de schildklier aan tot het maken van schildklierhormoon.
En als laatste maakt de hypofyse LH of FSH en die sturen dus de eierstokjes of de zaadballen aan tot het maken van testosteron of oestrogeen. De achterkant van de hypofyse, dat is de rechterkant, die maakt antidiuretisch hormoon. Nou, eigenlijk wordt dat gemaakt in de hypothalamus, maar de hypothalamus die stuurt het via het hypofysesteeltje naar de achterkant van de hypofyse en daar wordt het opgeslagen totdat je het nodig hebt. Heb je te weinig antidiuretisch hormoon, en anti betekent tegen en diurese betekent plassen, eigenlijk het hormoon wat je nodig hebt om niet te veel te plassen, dan krijg je dus dat je heel veel moet plassen en dat noemen we diabetes insipidus. Nou, als die hypofyse stuk is of de hypothalamus, wat voel je dan? Als je een kind bent en je hebt te weinig groeihormoon, dan is het logisch, dan groei je te langzaam, dan groei je slecht. Heb je te weinig puberteitshormoon, dan groei je, dan kom je niet in de puberteit. Of als je al aan het puberen was en je krijgt een tumor in dat gebied, dan gaat de puberteit trager of minder goed, of die stopt. Naast groeien en puberteit zijn hormonen ook heel belangrijk voor je energiebalans. Dus je kan je ook ontzettend moe voelen als de hypofyse het niet goed doet. En daarbij, als je te weinig bijnierschorshormoon hebt of te laag zit in je cortisol, kan je ook nog moe zijn met misselijkheid of moe zijn met hoofdpijn. En als je heel laag zit in je cortisol, kan je ook zelfs gaan spugen. En daarnaast kan je ook nog gewichtsproblemen hebben. En dat komt eigenlijk door de hypothalamus, die belangrijk is voor de energiehuishouding en het gewicht. En zoals ik al eerder zei, als de hypofyse achterkwap het niet goed doet, dan heb je dus last van veel drinken en veel plassen. En dat kennen we ook wel als diabetes insipidus. Nou, dan die hypothalamus. Die zit dus boven de hypofyse en die stuurt de hormoonproductie van de hypofyse aan. En die maakt dus al die stofjes die nodig zijn om de hypofyse aan te sturen. Maar daarnaast doet de hypothalamus nog veel meer. En sommigen van jullie weten dat maar al te goed. Als de hypothalamus niet goed werkt, heb je veel meer klachten. Want de hypothalamus die zorgt ook voor je bloeddruk en je hartslag via het onwillekeurige zenuwstelsel. Zorgt ook voor je lichaamstemperatuur. Er zijn kinderen met een hypothalamusschade die soms een temperatuur hebben van 35 graden. Hij regelt ook je eetlust en je verzadiging. En het regelt ook je dorstgevoel. En daarnaast is de hypothalamus ook nog belangrijk voor je dag-nachtritme. Dus dat verklaart al die klachten die je kan hebben als de hypothalamus het niet goed doet. Dus wat kan je dan voelen? Nou, hypofyseuitval, ja, als de hypothalamus niet doet. Dus die hypofyse wordt niet goed gestimuleerd. Dus die hormonen kunnen allemaal uitvallen. Je kan een gevoel hebben van honger. En dat kan heel vervelend zijn en heel dominant zijn. En je kan last hebben van overgewicht. En overgewicht zelf kan weer allemaal andere gevolgen hebben. Type 2 suikerziekte. Je kan gewrichtsproblemen krijgen. Dus last van je knie of van je enkels. Sommige kinderen hebben een dermate last van overgewicht. Dat ze ook 's nachts moeilijk kunnen ademen. Waardoor ze 's nachts aan de beademing komen. En het doet ook iets met je zelfbeeld. Als je lichaam verandert, kan je daar hartstikke somber van worden. Kinderen kunnen moe zijn als de hypothalamus niet goed doen. Ze kunnen 's morgens heel vroeg wakker worden, om 4 uur 's nachts al, 5 uur 's nachts. En het gevoel hebben dat het al ochtend is. Die temperatuur kan heel erg wiebelen, van 35 graden en dan ineens weer 38 graden en dan weer lager. Waar je ook weer je heel moe van kan voelen. Je dorstregulatie kan verstoord zijn. Nou, sommige kinderen weten dat ook. Hè? Als je diabetes insipidus hebt, maar niet zelf goed weet wanneer je dorst hebt, betekent dat je moet meten wat je plast in een maatbeker. Je moet bijhouden wat je drinkt. En er zijn ook kinderen die zichzelf elke dag wegen om te zien of ze moeten drinken of juist even niet moeten drinken. En als laatste kan de hypothalamus regelt ook nog eens je emoties. Dus kinderen met een hypothalamusstoornis kunnen soms echt impulscontroleverlies hebben. En daarmee bedoel ik dat als er iets acuuts verandert, dat ze er heel erg boos van kunnen worden. Of heel erg overstuur van kunnen worden. Sommige kinderen hebben ook heel erg verzameldrang. Als ik dat wel eens vraag in de spreekkamer, zie ik vaak een glimlach ontstaan van, oh ja, goed dat u dat vraagt, dokter. En dan kunnen kinderen de gekste dingen verzamelen en die vinden het heerlijk om alles te hamsteren. Maar kinderen kunnen soms ook heel erg boos zijn, omdat de controle op het gedrag soms moeilijk te vinden is. Nou, dat overgewicht, zien we dat nou veel? Ja, dat zien we best wel veel bij kinderen die tumoren hebben gehad in dit gebied. Met name bij kinderen na een craniopharyngioom. Maar we zien het ook toch wel veel bij kinderen met een laaggradig glioom of een pilocytair astrocytoom. Maar ook bij kinderen met hypothalamusschade die geen tumor hebben gehad. Bijvoorbeeld het Rohat-syndroom. Dat is een stoornis, een genetische ziekte, dus in de bouwsteentjes van je lichaam. En ook daar zie je, als de hypothalamus stuk is, dat het heel moeilijk is om op je gewicht goed te houden. Nou, en hoe komt dat nou? En hier zie je een plaatje en aan de linkerkant zie je een
slanke mevrouw. En aan de rechterkant zie je een wat stevigere mevrouw. En dan zie je de MRI-scans van die beide mevrouws. En als je de onderste MRI-scan ziet, dan zie je dat er een heel klein bolletje waar die witte pijl staat, laag bij de hypofyse zit. En die mevrouw heeft dus geen hypothalamusschade en is dus ook gewoon slank. Terwijl dit bovenste MRI-plaatje, daar zie je dat bolletje veel meer in de hypothalamus gaan. En die mevrouw vindt het dus veel moeilijker om slank te blijven. En dat komt dus door die hypothalamusschade. Nou, als je daar nog even helemaal op inzoomt op de hypothalamus, hoe kan dat nou toch? Waarom, ook al doe je je best en je eet zo gezond, lukt het toch niet om af te vallen? Nou, dat komt omdat in de hypothalamus zit het eetcentrum. En dan zie je een schema, zie je dat met al die pijltjes en zo. En het is een heel ingewikkeld systeem. Maar waar het op neerkomt is dat als je eet, maakt je maag en je darmen en je vetcellen maken allemaal stofjes. En die stofjes gaan naar de hypothalamus toe. En daardoor weet de hypothalamus dat je genoeg hebt gegeten en dat je verzadigd bent, dat je stopt met eten. Die stofjes worden net zo goed gemaakt als je een tumor hebt gehad bij de hypothalamus. Alleen, de stofjes worden niet goed gevoeld. Alsof de hypothalamus een beetje doof of blind is geworden voor die stofjes. Dus de hypothalamus denkt dat je nog steeds moet eten en dus heb je honger. Tweede wat er gebeurt is dat de hypothalamus zorgt voor de verbranding van energie. Dus als je gaat fietsen en je eet een boterham, dan fiets je je broodje eraf als het ware. Maar als je een hypothalamus hebt die stuk is, dan moet je wel 2 keer of 3 keer zo ver fietsen om datzelfde broodje te verbranden. Dus dat is heel ingewikkeld. Dus je hebt en meer honger en je verbranding is minder goed geworden. En daarbij heb je ook nog eens vaak dat je al moeier bent overdag, omdat je een verstoord dag-nachtritme hebt. Je temperatuurregulatie is gestoord. Sommige kinderen hebben ook last dat ze minder goed kunnen zien. Dus daardoor is het ook weer moeilijk om te sporten. Dus er is nooit één probleem. Het is vaak een hele combinatie van dingen die er spelen. Nou, wat zijn nou risicofactoren voor dat hypothalamusovergewicht? Een jonge leeftijd ten tijde van de diagnose. De plek van de tumor, zoals ik net op dat plaatje liet zien. Hoe meer de tumor natuurlijk in de hypothalamus groeit, hoe groter de kans op hypothalamusschade. Ook de behandeling, zoals een craniopharyngioom, is een goedaardige tumor. Dus vroeger wilden we alles wegopereren, waarbij je veel hypothalamusschade zag. Maar omdat het goedaardig is, hoeft dat helemaal niet. Dus tegenwoordig willen we eigenlijk niet alles per se wegopereren. Maar haal je dat weg daar waar je last van hebt, bijvoorbeeld als het bij een oogzenuw zit of als het hoge druk geeft. Maar als je er geen last van hebt, dan kan je het beter maar laten zitten. Omdat de kans dat je meer schade hebt door een grote operatie groter is dan accepteren dat er nog een beetje zit. Nou, andere belangrijke factoren voor hypothalamusovergewicht zijn genetisch. Hè? Dus je bouwstenen, wat heb je van je ouders meegekregen? Als je ouders of je opa en oma of je ooms en tantes overgewicht hebben, heb je sowieso al meer kans op overgewicht. Maar ook leefstijl is belangrijk. Ja, als het hele gezin 3 keer per week friet eet of een pizza, en jij doet dat ook, ja, dan heb je natuurlijk meer kans om wat dikker te zijn dan als de hele familie heel gezond eet en heel veel sport. Dus dat zijn allemaal factoren die heel belangrijk zijn. En daarnaast natuurlijk, als je ook nog eens een hormoontekort hebt, of je voelt je vaak niet lekker, waardoor je stressschema's vaak gebruikt, dus een hydrocortison te veel hebt. En zoals ik al eerder zei, als je minder goed kan zien, of je bent moe, of je slaapt slecht. Hè, dat zijn allemaal redenen waardoor het sporten soms niet lukt. En dat helpt allemaal niet. Nou, en nogmaals, en wat is het gevaar hiervan? Waarom vinden we dit zo belangrijk? Omdat als je als kind al overgewicht ontwikkelt en je wordt volwassen, dan heb je kans op nog meer ziektes door dat overgewicht. Bijvoorbeeld type 2 suikerziekte, een hoog cholesterol, hart- en vaatziekte, gewrichtsproblemen, ademhalingsproblemen, leververvetting. En vooral ook je eigen zelfbeeld kan er zo verstoord van raken. En al met al gaat het dan dus over je kwaliteit van leven. Nou, wat is daar dan aan te doen? Het begint heel simpel. Minder eten en meer bewegen. En dat klinkt heel simpel, maar dat kan hartstikke moeilijk zijn. En het frustrerende is voor mensen met hypothalamusschade dat ook al eet je gezond en ook al beweeg je goed, toch lukt het niet. Nou, kunnen we dan iets met medicijnen? Nou, dat valt vaak nog heel erg tegen, maar er zijn wel wat nieuwe ontwikkelingen. We geven een aantal kinderen inmiddels dexamfetamines. Dat zijn middelen die zowel je verbranding omhoog brengen als wat rust in het hoofd geven en het hongergevoel wat kunnen temperen. Er zijn ook een aantal kinderen die het goed doen op methylfenidaat. Dat is eigenlijk een medicijn wat we gebruiken voor ADHD. Maar de bijwerking van dat medicijn is dat je daardoor minder honger krijgt. Dus we maken eigenlijk gebruik van die bijwerking. GLP-1 wordt genoemd in de literatuur. Ik heb daar zelf niet zulke goede ervaringen mee. We hebben het bij een aantal kinderen geprobeerd, maar het viel een beetje tegen. Octreotide, diazoxide,
is genoemd in de literatuur. En een maagoperatie. Hè. Als je echt last hebt van serieus overgewicht, dan is dat iets wat een tijdelijk effect kan hebben. Maar we adviseren dat absoluut nog niet bij kinderen onder de 16 jaar, zeker niet. Nou, het belangrijkste anno 2021, waar staan we nu? Het belangrijkste vind ik dat kinderen met hypofyse of hypothalamusschade na het doormaken van een tumor moeten in een goed multidisciplinair team gezien worden. En wat betekent dat nou? Dat je niet alleen door een kinderendocrinoloog gezien wordt, maar in een team. Samen met de oncoloog, de fysiotherapeut, de diëtiste, de inspanningsfysioloog. Nou, een heel team van mensen met expertise om jou te kunnen helpen. Want het gaat vaak niet over één probleem. Het is, en dat noemen we multifactorieel. Het is vaak en het slapen, en het eten, en de hormonen, of het drinken. En, nou, het zijn meerdere dingen. En dus de behandeling is ook niet one size fits all. Het is niet als je hypothalaam probleem hebt of hypofyse problemen. Oh, dan krijg je dit en dan zijn je problemen opgelost. Maar we moeten echt kijken naar jou. Wat heb jij nodig en hoe kunnen we jou helpen? He, om zo goed mogelijk mee te blijven doen met je leeftijdsgenoten op school of op het sportveld. Nou, dit is een schema wat wij hebben gemaakt. En wat we zeggen is, kijk dus naar een kind en kijk op alle domeinen van het kind. En stapje voor stapje met het team kijk hoe je het beter kan maken. Dus op het psychosociale domein noemen we dat. Dus hoe is het met je? Hoe voel je je? Waar woon je? Zit je op je goede plek op school? Kunnen we je daarin helpen? Hoe is het met het eten? Is het tweede domein. Hoe is het met het slapen? Derde domein. Hoe is het met je verbranding? Met het sporten? Vierde domein. Hoe is het met tekenen van een hoog insuline? Vijfde domein. En als laatste, hoe is het met de hormoonproblemen? Nou, en om zo'n team bij elkaar te krijgen, hebben we hard voor gewerkt. En sinds een jaar of twee hebben we nu ook een multidisciplinair overleg hypothalamendysfunctie, zoals we dat noemen. En dat doen we in het Prinses Maxima Centrum samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis. En daarin zitten dus al die mensen die samen nadenken over hoe kunnen we het voor dat ene kind of voor jou beter maken. Nou, en verder, wat kan je er zelf aan doen? Neem je medicijnen elke dag. Neem ze ook op tijd in. Dat helpt echt. Eet gezond. Slaap goed. Probeer zoveel mogelijk te sporten. En praat erover. Leg uit aan je omgeving hoe het komt, hoe je je voelt. Want als mensen het snappen, kunnen ze je veel beter helpen. En als laatste wil ik ook nog zeggen, blijf trots op jezelf. Kijk in het positieve, ook al lukt het niet altijd. Wat ik heb geleerd van de kinderen op de poli, is dat jullie echt heel veel kunnen. En ik ben ook echt ontzettend trots op alle kinderen en ouders, hoe jullie dit met elkaar managen. En als er iets is dat bergen kan verzetten, dan is het vertrouwen in je eigen kracht. En dat is iets wat ik heb geleerd van jullie. Dus daar wou ik het graag bij laten. Dank jullie wel. Dank je wel, Hanneke. Hanneke komt nu zo meteen hier bij mij aan tafel zitten en dan gaan we jullie vragen beantwoorden. Ik zag er al best wel veel binnenkomen en een aantal keer zag ik de vraag binnenkomen, wordt dit webinar opgenomen? Nou, dat wordt zeker opgenomen. Over een paar dagen komt hij op het YouTube kanaal van de Hypofyse Stichting te staan en dan kan je alles nog eens rustig terugkijken. Of samen met je opa en oma, of misschien zelfs met je vriendjes. Want er wordt vandaag natuurlijk heel veel informatie gedeeld. En soms is het ook best wel een beetje ingewikkeld. Dus ik kan me voorstellen dat het wel fijn is om het nog een keertje terug te kunnen kijken. Nou, inmiddels is Hanneke aan tafel gekomen. Een van de dingen die ik vaak hoor, is dat er wordt heel veel onderzoek gedaan naar hypofyse. Maar de hypothalamus weet men minder van af. Hoe komt dat nou, dat daar niet meer onderzoek naar gedaan wordt? Nou, hele goede vraag, Saskia. Dank je wel. Dat is zo. Dus wij weten heel veel over de hypofyse. En dat komt ook wel omdat de hypofyse is een orgaan, hè, wat heel duidelijk is. Hij maakt een aantal hormonen en als die uitvallen, kunnen we dat teruggeven. De hypothalamus is een ontzettend ingewikkeld netwerk van allemaal, ja, nuclei, zoals we dat noemen, die allemaal weer dwarsverbanding hebben. Maar er is wel heel veel onderzoek naar gedaan, gelukkig. Bijvoorbeeld professor Swaap, is iemand die misschien de mensen thuis ook wel kennen. Die schrijft er ook mooie boeken over. Ja. En dus er is heel veel kennis. En ik denk wat wij nog onvoldoende goed gedaan hebben, is het integreren, dus het samenbrengen van de endocrine kennis samen met de neuroendocrine kennis. En dat is iets waar we druk mee bezig zijn. Ik heb nu ook net een nieuwe artsonderzoeker mogen aanstellen die specifiek op de hypothalamus onderzoek gaat doen. Oh, mooi. Dus ik denk dat dat voor de komende 10 jaar, laat ik maar zeggen, welke stappen gaan we maken, dat we veel meer het accent verleggen van de hypofyse naar de hypothalamus. Want ik denk dat we daar nog zoveel winst te boeken hebben.
Nou, dat is mooi, want je ziet ook wel in de media, hè, met professor Scherder, dat er ook wel steeds meer aandacht komt voor hersenen. En daar is dit natuurlijk een belangrijk onderdeel ook van. Ja, zeker. We gaan snel door naar de vragen van de kijkers. Het duurt altijd heel eventjes voordat het bij ons in beeld komt, zodat ik ze ook kan voorlezen. Maar ik zie wel dat er een aantal gesteld zijn. De techniek is niet zo snel als wij zijn. Nou, ik zag misschien een leuke voorbij komen. Is het ook te meten in het bloed of de hypothalamus is uitgevallen of de hypofyse? Die vind ik wel leuk. Dat is moeilijk te meten in het bloed. Omdat de hypothalamus dus weer de hypofyse aanstuurt. Dus wij meten feitelijk de perifere hormonen. Hè? Dus we meten schildklierhormoon, we meten cortisol, we meten IGF-1, als afgeleid van groeihormoon. Er zijn wel functietesten, en dat deden we vroeger wel op de neonatologie, ook bij aangeboren hypofyse, hypothalamusstoornissen. En dan kan je in zo'n functietest kijken, loopt het TSH op, is hij helemaal plat of heeft hij een zogenaamde hypothalamenoploop. Dat doen we eigenlijk niet meer zo, het blijkt toch dat dat niet helemaal 100% klopt altijd. Wat ik nu wel doe, we hebben een hypothalamen klinische scorenlijst gemaakt, waarin je dus probeert te kijken naar wat voor andere klachten zijn er die kunnen passen bij hypothalamusschade. Dus bijvoorbeeld verzameldrang, temperatuurdisregulatie, hoe zit het met dag-nachtritme. He, dus dat soort dingetjes. En dan als je het bij elkaar optelt, voldoe je soms wel verdacht voor hypothalaam of niet verdacht voor hypothalaam. Okay. En van al die klachten, want het zijn er echt wel veel, zijn er een aantal klachten die echt het allermeest voorkomen? Ja, ik denk het belangrijkste is denk ik toch die obesitas. Als je hypothalamus niet goed doet, is het eerste wat er gebeurt is dat je gewicht toeneemt. En soms zie je dat, en nu afgelopen weken ook weer een paar kinderen die net geopereerd zijn voor een craniopharyngioom, die toch in de weken daarna ineens 3-4 kilo aankomen, terwijl ze eigenlijk misschien wel iets meer zijn gaan eten of iets minder gaan sporten. Maar niet zo dat je er zo van aankomt. Nee. En dat is eigenlijk wel, hè, als je hypothalamusschade hebt en niet aankomt, is zeldzaam. Maar, moet ik meteen bij zeggen, er zijn kinderen met een craniopharyngioom beschreven met anorexia. En ook hypothalamusschade bij de hele kleintjes kan juist ondergewicht geven. Dus, want er zit ook de ondergewichts... kernen zitten hypothalamus, om het maar ingewikkeld te maken. En een ingewikkeld stukje lijf. Ja. We hebben een vraag. Komt het vaak voor dat de hypofyse uitvalt? Ja, de vraag is wat is vaak. Hè? Als we het hebben over kinderen met tumoren in het hypofyse hypothalamus gebied, dan is het antwoord ja. Ik denk dat als de tumor daar zit, mag je ervan uitgaan dat dat gaat gebeuren. Ook als je een medulloblastoom bijvoorbeeld gehad hebt en je bent bestraald geweest op het hoofd waarbij de hypofyse in het bestralingsgebied heeft gelegen, dan weten we eigenlijk als je meer dan 54 Gray hebt gehad, dat 80-100% na 5 jaar een hypofyse heeft die het niet goed doet. Dat is dan niet een hele hypofyse uitval. Vaak is dat alleen groeihormoon of alleen schildklierhormoon. Dus het is ook weer niet zo dat als hij uitvalt dat het altijd de hele hypofyse is. Nee. En het is ook zeker niet zo dat het ook altijd hypothalamus is. Ja. He, dus het kan één as zijn, zeg maar, of het kan het helemaal zijn. Hangt zo af van de operatie, van waar die tumor groeide en van de behandeling. Echt, iedere patiënt is uniek wat dat betreft ook. Ja. Even kijken, wat is nog een vraag? Is het mogelijk dat symptomen veranderen naarmate kinderen ouder worden? Ja, zeker. Goeie vraag. Ja. Absoluut. Kinderen en volwassenen zijn echt anders. En ik zeg ook altijd, kinderen zijn geen kleine volwassenen. Kinderen hebben andere stofwisseling. Hebben bijvoorbeeld over groeihormoon. Hè? Als je een groeihormoon tekort hebt op de kinderleeftijd, stop je met groeien. Dat heb je natuurlijk niet als volwassene. Dus een volwassene met groeihormoon tekort heeft veel meer last van minder fit zijn of een andere spiervetverdeling. Terwijl kinderen daar misschien weer minder last van hebben. Maar ook bijvoorbeeld over de eetdrang. Ik ken best wel wat kinderen die als puber of tussen 12 en 16 enorm met eten bezig waren. En daar lijkt dan toch een soort van plateaufase in te komen als ze zo 18, 19, 20 worden. Lijkt dat wat uit te doven. Oh, dat is een geruststellend idee. Dus dat is geruststellend. Ja, nee, maar dat zie je zeker wel. Dat er in verschillende fases van het leven andere symptomen meer of minder op de voorgrond staan. En het is ook erg van invloed natuurlijk op welke leeftijd je de tumor... krijgt, zeker, absoluut. Ja. Waar je last van krijgt. Absoluut. Er is denk ik nog tijd voor één vraag. Kan ik iets doen tegen hongeraanvallen? Ja, hele goede vraag. Ja, dat kan. En ook daar weer leer ik van patiënten en ouders. Want wat heel goed werkt, begrijp ik, is maak een vast schema voor jezelf. Probeer heel consequent elke dag hetzelfde ritme te pakken. En op het moment dat de honger komt, probeer iets te vinden waarmee je jezelf kan afleiden.
Ik heb ook eens een keer zo'n voedingscursus gevolgd. Dat was ook heel mooi. Je hebt een emmer, daar stop je iets in. En als je honger hebt, heb je het gevoel dat je moet eten in. Maar wat kan je er anders instoppen waar je net zo blij van wordt als van eten? En dat is ook weer een antwoord die je zelf alleen maar kan geven, want dat zal voor iedereen anders zijn. Ja. Maar probeer een alternatief te bedenken die je ook het tevreden gevoel geeft als eten. Ja. Is niet makkelijk hoor. Nee, ja. Want ik kan me ook voorstellen, dat hoor je veel in de bladen, lees je van nou, je moet veel water drinken, want dat vult ook. Maar ik kan me voorstellen, als je diabetes insipidus hebt, ja, dan moet je vooral geen water gaan drinken. Nee, precies. Nee, en plus, het vullen is dus niet zo. Want dat verzadigingsgevoel, hoe iemand met een goede hypothalamus gevuld zich zal voelen, verzadigd zal voelen, heeft iemand met een hypothalamus dat dus niet. Nee. Dus ik zou inderdaad niet het alternatief per se zoeken in meer drinken, maar wel in... ja, iets anders doen, waar je ook blij van wordt. Ja. En daarmee is op zoek gaan zelf of met je ouders of met vrienden, bedenken, wat zou dat dan kunnen zijn voor jou? Ja. Ja. Oké, ik denk dat we al bijna doorgaan naar de volgende spreker. Ik kijk heel eventjes naar de regie of we al doorgaan. Nee, we hebben nog tijd voor een vraag. Ik weet niet of we er nog eentje tussen zien staan. Kun je iets doen tegen de vermoeidheid? Ja, dat is een goede vraag. Voel het niet altijd aankomen, ja, ook. Ja, ja, dat is een moeilijke, dat klopt. En dat is inderdaad iets, het verdelen van energie. Netteke Schouten, kinderoncoloog, gaat zo meteen ook een verhaal houden over de vermoeidheid. Ik denk dat het goed is dat we daar zo meteen met haar ook nog even over terugkomen. Ja. Maar het gaat er vooral, denk ik, over, ik voel het niet altijd aankomen. Probeer misschien dan eens een tijdje een dagboekje bij te houden. Soms helpt het als je het bijhoudt, dat je achteraf denkt, oh ja, er zit toch een patroon in. Als ik dit dus te veel doe, dan moet ik misschien toch even tussendoor een uurtje op de bank zitten, even bijkomen, je energie verdelen. Ja. Ja. Ja, ik heb zelf ook wel ervaring met zo'n dagboekje. En ik dacht, ja, ik ga geen dagboekje houden. Dat is, ik ben al zoveel met zo'n ziekte bezig, ja, en dan moet ik nog iedere keer opschrijven ook. Ja. Maar het helpt echt wel. Ja, het is fijn om ja, en als je een vast moment ervoor liever niet voor het slapen gaan, want dan maar bijvoorbeeld na het avondeten of zo, ja, je hoeft maar een klein krabbeltje te doen, dan helpt dat echt. Ja, ja. Anneke, ik wil je heel erg bedanken voor de duidelijke presentatie.